blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van redacteur van BNR Zaken doen, Bavo Oost. Bavo, goedemiddag. Goedemiddag. En we blikken even terug op gisteravond. Ja. Toen werd Kamala Harris ontvangen door een voor haar over het algemeen niet zo vriendelijk medium, Fox News. Ja. Hoe verging dat Kamala Harris? Dat is altijd wel even spannend, hè, voor een democraat. In het Hol van de Leeuw wordt dat dan genoemd. Een interview bij het vrijrechtse republikeinse Fox News. Zeker voor haar ook wel spannend, want hiervoor hield ze het vooral bij media-optredens die voor haar wat beter gezind zijn, bij persconferenties, dingen die ze onder controle kan houden. En tijdens dit uitstapje bij Fox News merkte je ook wel meteen dat Harris anders werd ontvangen. Het werd vooral veel onderbroken door de interviewer Bret Baier. The first bill, practically within hours of taking the oath, was a bill to fix our immigration system. Yes, ma'am. It was called the U.S. Citizenship Act of 2021. Exactly. It was essentially a pathway to citizenship for the... May I finish responding, please? But you have to let me finish, you please. You had the White House and the House and the Senate, I'm and they didn't bring up that bill. I'm in the middle of responding to the point you're raising. Okay. And I'd like to finish. Yes, ja, binnen 20 seconden werd ze dus al geïnterrupteerd. Lange zit ook als kijker, denk ik. Ja, zeker. Een half uur was in totaal. Oh, okay. Veel onderbrekingen. Het interview ging over onderwerpen waar de Republikeinen veel mee bezig zijn. Migratie, de zorg voor bijvoorbeeld transgender personen is daar een onderwerp. Ook de vraag of Biden, de president, er mentaal nog wel helemaal bij is. Dus al met al voor Harris een stevig interview. Ja. Waarom deed ze het? Wat had ze te winnen? Ze moet in de aanval, want Harris en Trump die staan in de peilingen nagenoeg gelijk. Allemaal binnen de foutmarges van zo'n 3%. Dus dat zegt allemaal niet zo heel veel. En dat is natuurlijk spannend voor de Democraten. Harris had een tijdje geleden wel de wind mee toen ze zich kandidaat stelde en Biden zich terugtrok. Maar ja, daarna, als dat momentum een beetje weg is, dan moet je ook iets ter tafel brengen. Dan moet je iets willen brengen als presidentskandidaat. Een eigen visie. Ja, en volgens de experts schortte het daar nogal wat aan in die periode. Dus ja, we zitten nu twee, drie weken voor de verkiezingen. Ze moet naar voren, de aanval in. En ook dat niet alleen. Ze heeft ook wel wat te winnen. En dat weet Amerika-correspondent Jan Posma. Wie wil ze bereiken? Die republikeinse weifelende kiezers, die dus wel een klein beetje denken van, nou ja, is Trump het nou wel? En dan met name de vrouwen in die groep. De Harris-campagne die gelooft dat ze daar echt potentiële kiezers hebben zitten. Heeft ze die kiezer bereikt? Als je de reacties achteraf zo leest, gedeeltelijk wel. Want vooral die republikeinse vrouwen die maken zich volgens de experts wel zorgen om, ja, hoe Trump met de democratie en de rechtsstaat omgaat. Nou ja, daar speelden ze wel echt op in tijdens dit interview. Ze maakten verder geen grote uitglijer. Ze gingen in de aanval tegen Trump. Draaiden ook de kritiek die zij kreeg, draaiden ze om richting Trump. Nou ja, volgens de analisten deed ze dat wel iets te vaak. Ze brak ook wel wat meer met Biden. Bij een eerder interview blunderde ze wel, want toen nam ze geen afstand van Biden. Toen wist ze ook niet te noemen wat zij dan anders zou doen dan Biden. Nou, dat deed ze nu dan wel. Verder bleef het ook wel een beetje bij de campagneslogans die wij kennen. Dus weinig nieuws. Maar ja, ze deed het bij Fox News. Daar kijken de Republikeinen. Daar zien ze het normaal gesproken niet. Precies, daar zien ze het niet. Nee. Dus misschien dat het voor hen wel nieuw was. Ja. Dan naar de andere kant van de plas. Ja. In Brussel ook een drukke dag. Een EU-top en een NAVO-top. Wat staat er bij de NAVO op het menu? Ja, de bekende gerechten eigenlijk wel. Maar het is trouwens wel de eerste van Mark Rutte als NAVO-baas. Dat is dan wel weer bijzonder. Het is een top met Europese defensieministers. En dan zie je wel toch wel de standaard dingen terugkomen. Tegenwoordig de militaire hulp aan Oekraïne. Het verbeteren van de afschrikking van het NAVO-gebied. Ja, Thomas, gisteren zei ik het ook al. Het is eindelijk gebeurd. We hebben het op deze plek zo vaak al geteased en aangekondigd. Het overwinningsplan van Zelensky wordt ook besproken. Gistermiddag presenteerde hij dat aan het Oekraïense parlement en vandaag ook bij de NAVO-top. Eerst zou hij virtueel aanwezig zijn en nu komt hij ook fysiek daar langs in Brussel. Ja, en een van die belangrijkste punten op dat overwinningsplan is dat Oekraïne lid wordt van de NAVO. Ja, ja dat ja. Is dan niet zo heel realistisch op de korte termijn. Dat weet Zelensky ook wel. En het gaat hem dan ook vooral om die officiële uitnodiging en het signaal dat dan uitstraalt. Ondertussen wil de NAVO zich ook beter kunnen verdedigen tegen de dreiging van Rusland. Hoe en op welke manier wordt dat vandaag besproken? Ja, dan gaat het ook om die 2% norm. Daar gaat het al jaren over. Het gaat wel steeds beter met landen die die norm aantippen of aanraken. Nederland ook met die defensieuitgavens. 8 landen in Europa die doen dat nog niet. Waaronder Italië en Spanje. Dat zijn toch wel grote spelers. En dan zie je dat aan de andere kant in Europa wel veel wordt uitgegeven. Kijk naar Polen, kijk naar de Baltische Staten.
Ja, en dat blijft dan toch wel een probleem. Dat zegt ook Dick Sandé, defensiespecialist aan Klingendaal. En dan krijg je toch een beetje het risico dat je scheiding krijgt tussen Noord, Centraal, Noordoost-Europa en Zuid-Europa. Wat de eenheid van de NAVO weer kan ondermijnen. Dus daar moet je ook vanuit dat oogpunt enorm mee uitkijken. Ja, en zeker als je kijkt naar de Amerikaanse verkiezingen. Ik maak het cirkeltje voor even rond naar de VS. In begin november heb je de verkiezingen. En ja, we weten het wel. Trump die is zeker kritisch op hoe Europese landen omgaan met hun defensie. Dus tegen die tijd moeten Europese landen ook wel weer een stap naar voren zetten. Dat gaan we de komende tijd zien. Dat zal vandaag daar besproken worden. En nou ja, zo is deze cirkel van deze blik op de wereld weer helemaal rond. De cirkel werd getrokken door BNR Zaken doen redacteur Bavo Oost. Dank daarvoor.